Er lijkt iets vreemds te gaan gebeuren hier in Autostad vanavond. Wat krijgen we nou? Of eigenlijk, wie was dat? Nou, als het de kleintjes niet zijn. Hoi jongens, goede Halloween kostuums. Zijn jullie snoep aan het verzamelen? Bens vader heeft jullie een appel gegeven en Carlo gaf een pizza. Wat leuk! Laten we kijken wat jullie nu krijgen. Snoep op je leven! Hoi daar, Tyler. Wat gaat het worden? Een snoepje of je leven? Kinderen, Tyler zegt dat hij geen snoep heeft. Dus jullie moeten een grap uithalen. Heb jij een idee, Hector? Hij denkt dat er niemand is. Verkeerd! Het is Hector de Vleermuis. Tyler lijkt niet geschrokken. Jullie moeten iets anders verzinnen, jongens. Dus, wat is het plan? Jullie gaan je onzichtbaarheidsmantel gebruiken om hem te plagen? Harry Potter zou trots op jullie zijn. Wauw, indrukwekkend. Tyler zal zeker verrast zijn als hij jullie ziet. Het lijkt alsof daar niemand is, Tyler. Behalve Jeremy en zijn onzichtbaarheidsmantel. Tyler lijkt niet heel snel te schrikken. Geen zorgen, Jeremy. Er moet een manier zijn om Tyler te plagen. Dat is een goed idee, Ben. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ontzettend goed. Laten we het proberen. Ga door, Ben. Die kartonnen aliens zullen zeker gaan werken. Ben heeft gelijk. Het werkt niet. Tyler doet de deur niet open. Het is alsof hij niet thuis is. Typisch Tyler. Altijd grappen uithalen. Oh, hoi Karin. Ik hoop dat de kleintjes je niet lieten schrikken. Ze renden weg voor Tyler, omdat hij hen ontzettend liet schrikken. Terwijl ze hem wilden laten schrikken. Het is goed, kleintjes. Karin zegt dat ze geen grappen met jullie uithaalt. Maar ze heeft wel snoepjes. Veel beter dan grappen, of niet? Tyler, wat denk jij? Heb je een ruimteschip gezien? Oké, waar dan? Je laat de kleintjes niet meer zo makkelijk schrikken. Ze geloven je niet. Dat is geen reden. Iedereen weet dat ruimteschepen niet bestaan. Geniet van de avond allemaal. Fijne Halloween!
Hoi Rocky, wat leuk dat ik je hier zie. Kan je ons wat trucjes laten zien? Wauw! Jongens, ik denk dat Rocky een probleem heeft. Moeten we Supertruc bellen? Je hebt gelijk, Amber. Laten we gaan. Snel! Hoi Carl, je vriend Rocky heeft een probleem. Kan jij komen bij het landingsplatform om hem te helpen? Een parachutewagen? Goed idee, Carl. Laten we gaan. Klaar, Supertruc? Cool, laten we gaan. Rustig aan, Rocky. Supertruc is er om je te helpen. Eén, twee, drie. Wauw! Je hebt hem gered, Supertruc. Goed gedaan, Supertruc. Tot de volgende keer. Carl de Supertruc. Hoi Gary,
Wat is er gebeurd? Oh, je band is leeggelopen. Wat moet je nu doen? Oh, het werk moet vandaag af zijn. Geen zorgen, Gary. We halen Carl de Transformer om je voor een dag te vervangen. Hij kan je zeker weten helpen. Perfect, ik ga Carl halen. Hoi Carl. Gary, de vuilniswagen heeft je hulp nodig. Kan jij hem helpen? Perfect, laten we gaan. In welk voertuig word je getransformeerd vandaag, Carl? In een vuilniswagen, natuurlijk! Tijd om te transformeren. Carl, transformeer! Eerst wordt de bak bevestigd. Daar komt de achterkant. En dan nu het containertilsysteem. Perfect, Carl. Laten we naar Gary gaan. Wow. Oh. Kijk, Carl. Wow. Gary, de vuilnisauto, wacht al op ons. Carl is er om je te helpen, Gary. Perfect. Laten we aan het werk gaan. Perfect. Tijd om alle vuilnis in de bak te gooien. Perfect. Fantastisch! Goed werk, Carl. Er hoeft nog maar één vuilnisbak leeg. Goed gedaan, Carl. Dat was het. Perfect. Nou, je werk zit erop. Je hebt Gary's dag gered. Heel erg bedankt, Carl. Tijd om naar huis te gaan. Doeg, Carl. Tot de volgende keer.
Karl de Supertruc. Hoi Francis, wat is er gebeurd? Uh-oh, een van je vorken is kapot. Hoe kan je nu dingen verplaatsen? Oh, je moet al het werk voor vanavond af hebben. Je hebt heel hard hulp nodig. Geen zorgen Francis, we kunnen Karl de Transformer vragen om je te vervangen. Hij kan je helpen. Wacht hier, dan haal ik Karl. Hoi Karl, wakker worden. We hebben je hulp nodig. Wakker worden, slaapkop. Francis, de vorkheftruc, heeft je hulp nodig. Kan jij helpen? Perfect, laten we gaan. In welk voertuig word je getransformeerd, Karl? Een vorkheftruc? Natuurlijk! Tijd om te transformeren, Karl. Karl, transformeer! Perfect. Je lijkt bijna op Francis. Laten we naar hem toe gaan. Kijk, Karl. Francis, de vorkheftruc, wacht al op ons. Kijk eens hier, Francis. Perfect. Laten we aan het werk gaan. Perfect. Karl, laat me je zeggen waar je de dozen neer moet zetten. Kom mee. Rechtdoor, daarna naar links. Kijk in de opslagruimte. Ja, daar moeten de dozen heen. Ga maar mee. Goed werk, Karl. Er moeten nog een paar dozen. Ga zo door, Karl. Perfect. Bijna klaar. Je moet ze uitladen, Karl. Goed bezig, Karl. Nou, je werk zit erop. Heel erg bedankt, Karl. Je hebt de dag gered. Tijd om naar huis te gaan. Doeg, Karl. Tot
tot de volgende keer. Hoi Charlotte. Hoi Cherry. Het is de grootste racewedstrijd van het jaar vandaag. Zijn jullie ook opgewonden? Je gaat heel veel plezier hebben, Jerry. Maar Charlotte, je kijkt een beetje bezorgd. Oh jee, je moet al die auto's naar de racebaan brengen. De wedstrijd begint om 5:00. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Goed idee, Jerry. Roep Supertruc. Iemand in de stad heeft je hulp nodig, Supertruc. Wauw, je bent in je grot, klaar om te transformeren. Waarin ga je vandaag transformeren, Carl? Ongelooflijk! Snel, dan kan je Charlotte helpen. Hier is Supertruc om je te helpen, Charlotte. Zo te zien zijn ze blij om je te zien, Supertruc. Dus, hoe gaan jullie al deze auto's op tijd bij de wedstrijd krijgen? Goed idee, Supertruc. Als jij de ene helft meeneemt en Charlotte de andere helft, dan kan iedereen mee. Dat noem ik nou eens goed teamwork. Laten we naar de racebaan gaan. Hier zijn we. Charlotte waardeert het heel erg dat je hebt geholpen iedereen naar de racebaan te brengen, Supertruc. Zo zie je maar als je samenwerkt dat je een hele hoop gedaan krijgt. Bedankt voor je hulp. Tot de volgende keer.
Hoi Tyson, zo te zien heb je je handen vol aan het bijtanken van alle auto's voor de wedstrijd. Oh jeetje Tyson, dat zal niet makkelijk zijn onder zoveel druk. Al deze auto's willen snel worden bijgetankt, zodat ze terug naar de wedstrijd kunnen. Maar je gaat al zo snel als je kunt. Misschien moet je de hulp van Supertruck inschakelen. Tyson heeft je hulp nodig, Supertruck. Ik vraag me af in welk voertuig je gaat transformeren. Wauw, je hebt zelfs een reserveslang voor het geval dat. Ongelooflijk, je ziet er zo anders uit. Je bent nu de ongelooflijke tanker. En nu naar de racebaan om Tyson te helpen. Supertruck is er, Tyson. Wauw, Supertruck. Je bent er nog maar net en iedereen is nu al rustiger. Goed idee. Maak 2 rijen, zodat iedereen makkelijk en vlug bijgetankt kan worden. Jullie doen heel goed werk, jongens. De rij wordt steeds sneller korter. Wat gebeurt er, Tyson? Zo te zien is je slang geblokkeerd. Supertruck, volgens mij moet je Tysons rij ook overnemen. 2 rijen tegelijk. Dat is ongelofelijk. Ziezo, de laatste. Dat was een goed idee om Supertruck te bellen, Tyson. Wat hadden we zonder hem gemoeten? Daar is Tom, Tyson. Misschien kan hij je slang repareren. Bedankt voor al je hulp, Supertruck. Blijf je ook naar de wedstrijd kijken? Oké, laten we een plek zoeken. Tot de volgende keer allemaal. Hoi, Suzy. Dat zijn prachtige bloemen die je daar plukt. Kijk, daar is Matt. Hij is aan het vissen.
Hoi, Matt. Wees voorzichtig, Suzy. Je bent wel heel dicht bij de rand. Oh nee, dit is verschrikkelijk. Suzy is in de rivier gevallen. Matt, Suzy is in de rivier gevallen. Wat moeten we nu doen? Goed idee, Matt. Roep Supertruc. Hij weet wat we moeten doen. Suzy heeft je hulp nodig, Supertruc. Ze is in de rivier gevallen. In welk voertuig ga je transformeren, Carl? Wauw, je bent getransformeerd in een onderzeeër. Snel, naar de rivier. Nee! Suzy! Kijk, daar in het water. Het is Supertruc. Supertruc veegt alle zand weg, zodat je wielen loskomen, Suzy. Hij verwijdert alle zeewier. Het is gelukt! Pak dit touw, Suzy. Jee! Supertruc heeft de dag gered. En Suzy. Hier zijn je bloemen, Suzy. Ik denk dat je geleerd hebt dat je voorzichtig moet zijn bij het water. Bedankt, Supertruc. Tot de volgende keer.